Dan geef ik nu het woord aan de heer Kuzu namens DENK. Voorzitter, 1347 burgerslachtoffers, dat stond net op de NOS-pagina. 1347 levens die zijn genomen, families die uit elkaar zijn geregen. Een grote schande voor de inzet die wij plegen. En het is dan ook des te meer pijnlijk omdat we net een algemeen overleg hebben gehad waarbij we de missie, de Nederlandse inzet in Irak, voor de jaren 2020 en 2021 verder verlengen. Voorzitter, de Nederlandse inzet heeft niet bijgedragen aan veel goeds. En de afgelopen weken, de afgelopen maanden hebben we veel getouwtrek gezien, veel tegenstrijdige informatie. En de zorgen die de fractie van DENK heeft over de wispelturigheid en de tegenstrijdigheid in de antwoorden van de minister ten opzichte van CENTCOM, ten opzichte van de Amerikaanse inlichtingen, dat staat nog steeds overeind, voorzitter. Het zijn inderdaad, zoals mevrouw Karabloet terecht aangaf, woordspelletjes. Het kan dan misschien zo zijn dat in het closure report op de kaft niet staat dat het een closure report is, maar we weten niet of in de inhoud van de rapportage het daadwerkelijk gaat om closure. Nee, ik ben nog niet klaar, ja. Maar ik zie meneer, nee, dat weet ik, maar ik dacht misschien dat u uw zin afmaakt. De heer Van Helfert. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Volgens mij ging dit interpellatiedebat, is dat aangevraagd in het kader van de vraag of de minister de Kamer fout heeft geïnformeerd. We weten inmiddels allemaal al, eigenlijk ook al van tevoren, dat dat niet het geval is. Nu zien we dat een aantal andere zaken naar voren worden gebracht. En nou zegt de heer Kuzu namens DENK dat de Nederlandse inzet in Irak niet veel goeds heeft gebracht. Dan kun je zeggen van, als ik er nog niks over zeg, dan vliegt het voorbij, maar ik vind het niet kunnen. Want onze vrouwen en mannen van de krijgskracht, die zijn daar als het ware een soort geallieerde mensen, duizenden en duizenden Irakezen aan het bevrijden geweest. Duizenden mensen, studenten die nu demonstreren, die zijn bevrijd. Vrouwen, christenen, Turkmenen, Koerden, allemaal bevrijd. Allemaal bevrijd, ook dankzij de Nederlanders. Zelfs met het bombardement waar we het nu over hebben. Waar helaas burgerslachtoffers zijn gevallen, zeer waarschijnlijk. Ja. Daardoor zijn mensen gered omdat er een wapenfabriek is kapot gemaakt. Maar anders even, excuus mevrouw de voorzitter, u moet nou even, want dit is echt heel ernstig wat hier gezegd wordt namelijk. Dus ik wil het toch even afmaken. Nou. Want hier wordt dus gezegd dat de inzet van Nederland niet veel goeds heeft gebracht. Duizenden en duizenden mensen bevrijd. Ook door onze mensen. Ja, dat heeft en dat u een oorlog, gemaakt. En ja. Dat een oorlog geen film is, zoals in het bioscoop, waar Amerika binnenvalt en na 1 uur en 56 minuten de strijd heeft gewonnen, dat klopt. Dat gaat met ups en hele diepe downs. Dat heeft u duidelijk gemaakt, meneer Van Helfert. Maar mevrouw de voorzitter, dan kan het niet zo zijn, ja, dat een Kamerlid hier zegt dat de inzet van Nederland niet veel goeds heeft gebracht. Goed. Als zoveel mensen daardoor gered zijn. Voorzitter, de heer Kuzu. Voorzitter, de heer Van Helfert weet als geen ander dat sinds 2003, die war on terror en vervolgens, naar aanleiding van het rapport van de commissie Davids, dat we met de wetenschap van toen niet hadden moeten ingrijpen, de spiraal van geweld alleen maar verder heeft versterkt. Voorzitter, daar plukken we nog steeds de wrange vruchten van. We hebben een regio gedestabiliseerd. We hebben veel gezinnen, veel families kapot gemaakt door de westerse interventie in het Midden-Oosten. Voorzitter, als dat in deze Kamer niet gezegd mag worden, als ik dat gevoel niet mag uitdrukken, dan ben ik als volksvertegenwoordiger geen knip voor de neus waard. En ik begrijp heel goed dat de heer Van Helfert de inzet die hij destijds wilde plegen hier moet gaan verdedigen. Voorzitter, ik ben hier Kamerlid, ik ben hier volksvertegenwoordiger. Ik maak een andere afweging dan de heer Van Helfert. Nee, en voorzitter, ik wil dit punt toch ook gemaakt hebben, want dat ik zag het net ook terug in het woordgebruik van de heer Bosman, namelijk dat een collega wordt beticht van zeuren over burgerslachtoffers, dat onzin wordt verteld en dat soort woordgebruik, voorzitter. Ik vind dat het debat niet waardig. We kunnen hier veel woorden gebruiken, maar collega's dan betichten dat iets niet gezegd mag worden of dat het op een andere manier gezegd wordt, voorzitter. Dat maakt de heer Bosman zo klein. En de heer Van Helfert zit heel goed in zijn spoor. Goed. Ik ga jullie... Nee, u krijgt zo het woord. Maar ik wil even jullie eraan herinneren dat dit debat
een interpellatiedebat is over het onderzoeksrapport van CENTCOM. En ik verzoek jullie allemaal jullie daaraan te houden. U ook, en u ook, meneer Van Helver, en u ook, meneer Bosman, en u ook, mevrouw Karabulut. Dus...